Ja, ik heb alweer een wasmachine draaien en ik had Sky gevraagd. Haal het bed af, want dan kan dat ook weer eens gewassen worden. Dan haalt hij eraf. Hoesonderlaag van het matras. Maar als je bed afhaalt om het te laten wassen, dan hoort ook daar het hoeslaken van het dekbed en de sloop van de kussen bij, in mijn belevenis. Nou, dan is mijn schoonzusje jarig. Jullie weten al dat ik een cadeaubon heb gehaald. Maar ik had van de week bij de FOMA iets leuks gezien. Ik vind hem zo lief. Ik vind hem zo leuk. Hallo lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is vandaag vrijdag de 10e van de 11e 2023 en we leven op 4 uur. En ik ben lekker laat. Nou, lekker belangrijk, maakt ook niet uit als we er maar zijn. En we zijn er. Ja, wat wil ik nog zeggen? Het regent hier. Om de havenklap. En ik moet meisjes nodig uitlaten, want ik kom net van mijn bed. Tenminste, ja, ik heb alweer een wasmachine draaien en ik had Sky gevraagd, haal het bed af, want dan kan dat ook weer eens gewassen worden. Dan haalt hij eraf. Hoesonderlaag van het matras. Maar als je bed afhaalt om het te laten wassen, dan hoort ook daar het hoeslaken van het dekbed en de sloop van de kussen bij, in mijn belevenis. Weet het niet, maar... Ja, haal het bed af, is het bed afhalen en dat er verschoning op kan komen. Zo simpel is dat. Ja, ik denk, nou ja. Had hij alleen nog dus het onderhoeslaken eraf, maar niet van dekbed, niet van de kussen. Nee, dat kon ik zelf doen. Ja, hallo, het is een jonge gast van 25 jaar. Kent wat aan je handjes? Ik dacht het niet. Dus ik had het hem net wel eventjes gezegd, van dat dat ook voor dan moet, ja. Maar in ieder geval, de hoeslaken van het dekbed en de sloop, die draait nou met mijn bedden goed. Enkel hoeslaken, dat is een nieuwe een. En dan weet ik niet of die afgeeft, ja of de nee. Dus ja, ik denk, gewoon eventjes die apart doen. Komt dat ook wel goed. Vraagt hij nou ook of ik de rest van zijn wasgoed wou doen uit de tas. Ja, moet hij dat erbij zetten bij de wasgoed, ja. En niet op zijn kamer houden. Ja, toch? Zo simpel is dat. Maar in ieder geval, maakt allemaal niet uit. Ik ga zo mijn eigen aankleden met regenkleding. Want we krijgen toch wel weer het een en ander naar beneden. Dit is van de een waar het weerbericht het ook mee doet. Op televisie. En dan zal ik de volgende erbij pakken. Oei, oei, oei. Dus ja, dat dus. Nou ja, en dat zie die hoge piek. Hallo, ik weet niet. Het is wel goed donker daar aan die kant. Daar valt het mee, maar daar is het donkerder dan daar. Dus ja, ik weet het niet. Maar we zitten nou in die piek, maar de poort die droogt weer op. Dus ja, hoe dan? Ik echt niet weten, nee. Dus we beleven het wel. Ik klik daar nog even wat weg. Ik ga vandaag niet aan het werk met de kerstversiering, want ik heb nog steeds hoofdpijn, ik heb rugpijn, ik moet nog naar de FOMAR. Eventjes nog wat voor mijn schoonzusje ophalen, want ik heb wat leuks gezien en dat wil ik gewoon er graag bij geven. En kijken of ze ook inpakpapier hebben, want ik weet niet of ik hier genoeg heb. En dan ga ik het hier inpakken. En ik had al wat, en dat is een cadeaubon. Ja, en die gaat erbij in. En dan pak ik het geheel in, het gaat in een
tas. En dan zullen we ook nog zien wat het weer morgen ons brengt. Als dat ook regen is, dan bestel ik mooi een taxi. Ja, laat ik me met een taxi erheen brengen. Ik moet denk ik dat het huisnummer nog te zien achterhalen, want ik ben altijd in de war. 17 of is het nou 19? Ik niet weten. Ik let altijd op hun raamdecoraties. Ze hebben ook van een plakfolie op het raam. Daar let ik altijd op. Ja. En het is tegenover het gemeentehuis, tenminste het oude gemeentehuis. Blijft het gemeentehuis voor mij. Ja. Zo simpel. Maar in ieder geval, ja, ik ga mijn meisjes nou uitlaten. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van alles met wat jullie doen. Ja, gewoon doen. En geniet een klein beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. De hondjes zijn al lang al uit geweest vanzelf. Ik heb de stad in geweest. Weg met die snotkoker. Ik heb een lekkere pizza gekocht. En die was goedkoop. En nog wat. Krokante pizza met 4 kaarsen erop. Nou, lekker. Dat laat ik straks eventjes zien. Die zet ik even hier neer. Nou ja, natuurlijk mijn knabbeltjes. En ik heb 1 zak broodjes meegenomen. Want ik wist niet meer hoeveel ik eigenlijk had. Dan moet ik die hebben. En ik moet die hebben. Ik zag wat nieuws. Ik zou voor een mokka gebakje. Maar ik zag wat nieuws. Heb ik nog nooit eerder gezien of nooit eerder gehad ook. Lijkt op die puddingbroodjes, die roombroodjes. Dat gele spul erin. Maar kijk. En dat maar voor 3,99. Terwijl die mokka puntjes ook 3,99. Nee, niet mokka puntjes, die ronde. Die zijn ook 3,99. Hier heb je veel meer voor hetzelfde geld. Dus ja. Hè? Wie doet je wat? Moet een keer kunnen. Nou, dan is mijn schoonzusje jarig. Jullie weten al dat ik een cadeaubon heb gehaald. Maar ik had van de week bij de FOMA iets leuks gezien. Ik vind hem zo lief. Ik vind hem zo leuk. Ik weet niet of er een prijskaartje op zit. Nee, ik zie helemaal niks. Dit zit er trouwens los in hoor. Nou, hier doe ik ook natuurlijk. Ik zal hem er even bij halen. Ja, dan heb je hem zo. En daar heet het blokje hout. Dan komt deze zo erin. Moet het wel willen zoals ik wil. Nou, dan gaat hij maar kantelen. Dan doe ik hem andersom. Kijk. En dan pak ik hem zo in. Vanavond. Ik zet hem nou zo even op de salontafel. Maar het is niet het enige wat ze krijgt. Want ja, ze is morgen de 14e jaar. Dus dat krijgt ze cadeau. Met die kaart erbij. Die ga ik ook schrijven. Maar ze zijn ook nog eens een keer 49 jaar getrouwd. Ik weet niet wat ze hebben willen. Ze hebben alles al. Dus ja, wat denk je? Ik doe hier... ik heb hier een mooie kaart ervoor en die schrijf ik ook en daar doe ik dus nog een tientje bij. Nou, dan hebben ze toch meer dan genoeg, dacht ik. Ze bekikken het maar, tasjes leeg, ja. Dus ja, dat dus. Zo, ik zet het even op de salontafel. Even geduld, kom zo terug. Zo. Oh, die shit.
En dan heb ik weer iets voor mezelf gekocht voor de kerst. En ik vind hem zo mooi. Dat is de onderkant. En de voorkant. Het is dus een pauw, een roze pauw. Ja, maar maakt het mij uit of die roze, groen, pimpel, paars of weet ik veel wat is. Ik vind hem mooi. Ik vind hem echt super, dus super mooi. Ja, echt waar. Hij is gaaf. Dus ja, dat heb ik voor mezelf gekocht. En hij was niet eens zo gekke duur, maar ik weet het niet eens meer. Ik heb de kassabon nog bij me hoor, daar niet van. Maar ja, al met al moest ik iets voor 6,50 betalen met die kaarten erbij. Dus ja, wat wil je? Hé, dat is niet duur. Nee. En wat wil je weten? Ik heb nog steeds knallende koppijn. Hoofdpijn. Ja, geen kopzeer, want denk er goed om. Kopzeer, dat kunnen alleen nog maar koeien krijgen. Het is weer Drents, een Drents accent. Maar alleen nog koeien kunnen dat krijgen. Kopzeer, die gaan er dood aan. Mensen kunnen geen kopzeer krijgen, maar het is hun accent, hun, ja weet ik veel. Het komt uit Drenthe ook weg, maar ja... Het heet geen kopzeer, het heet hoofdpijn of koppijn, maar geen kopzeer. Ja, laten we wel wezen. Zoek het maar op. Ik weet het trouwens van mijn vader, hoor. Ik heb het ook niet opgezocht. Mijn vader die zei het, want ik ben ook vroeger met een Drent getrouwd geweest, en heel vroeger. En die zei ook kopzeer, dat mijn vader die schoot toch in de lach. Hij zei, nou, hij zegt, jij in kopzeer, dan had jij hier al niet meer geweest. Als jij kopzeer had gehad, hoezo? Ik heb wel kopzeer. Nee, zegt mijn vader, dat bestaat niet, want dat kan enkel maar koeien krijgen. Die gingen er ook dood aan. Dus ja, ik weet niet. Maar in ieder geval, ik heb voor morgen of zo heb ik een pizza. En ik ga nou een broodje eten. Oh, lekker. Huppeta. Want ik heb nergens zin in. Krabbeltjes. En die kunnen hier al in. Huppeta. En ik heb lekker bakje koffie. En ik heb het lekkere. Ja, ik heb het lekkere. Even kijken hier de laag. Ja, die, oh, ik had niet eens die brood hoeven te halen. Nou ja, beter te veel dan. Te weinig. Nou, ik moet het nog verdelen, maar daar heb ik ook geen zin in. Kom wel, hoppata. Ik moet wel zin maken om een vlog in elkaar te zetten, anders komen we er niet. Ik heb koffie en ik ga zo'n ding proeven. Heb ik nog nooit gehad, dus lijkt me wel wat. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Zo, lieve vrienden, ja, het is alweer de tijd om de meisjes uit te gaan laten. En jullie een hele goede nacht te gaan wensen. Dus bij deze zeggen wij gewoon vanaf Corine en de Beestenboel. Welterusten aan iedereen. Aan alle lieve vrienden. En ook de buiten. Ook de andere mensen die mij ook sinds kort zijn gaan volgen. Heel erg lief voor jullie allemaal. Ook al ken ik jullie nog niet. Maar wees zo vrij om gewoon eens ook wat te vragen of wat dan ook. En ja, antwoord krijgen doe je wel. En vraag maar aan de andere weer na. Dat zie je. En ja, op een rare vraag kun je natuurlijk ook een raar antwoord gaan krijgen. Of een vreemde vraag kun je ook een vreemd antwoord krijgen. Het is maar net hoe en wat. Maar in ieder geval, bij deze wens ik jullie allemaal welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard gezond weer uit je bed zien te komen. En ja, God die waakt over ons allemaal. En daarom zeg ik gewoon, ja, graag tot aan de andere kant van de nacht. Ja, jullie weten het gewoon. Hij waakt dag en nacht. Dus ja, dan moeten wij wel
ook kunnen zeggen tot aan de andere kant van de nacht. En wees lief voor elkaar, et cetera. Dat ben ik ook altijd, ja hè. Rijka, ja hè. Vrouwtje is altijd lief, hè. Ja hè. Ja, meisje. Ja, Rijka die zit bij me van vrouwtje, schiet nou op, hè. Ja. Even uitrekken, een meisje. Ja, hè. Even uitrekken. Nee, klaar. En Elwin. Ook klaar. Gaan we straks lopen? Ja, hè. Even lopen, hè. Een stukje lopen. Ja. Dus ja, dat dus allemaal. En ik zou zeggen, geniet gewoon van je nachtrust. En tot morgen.